yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. It's a party over here. Shaking for the man of the year. Yo guys, jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag spelen wij Black Ops 3. We spelen 10 deathmatch. Wij spelen op de map Nuketown. En wij gaan lekker knallen met de CUDA. Zoals jullie kunnen zien gebruik ik de nieuwe Valentine Limited Edition camo. En jongens, ik moet jullie eerlijk zeggen, ik ben er niet helemaal gek op. Maar het is een limited edition camo. Als je de supply erop natuurlijk hebt gezien, weet je waarom ik natuurlijk deze camo heb. Tenminste, dat ik deze camo heb. En oké, het was heel erg belachelijk. Laten we het daarbij houden, de supply erop. Laten we het daar maar niet meer over hebben. We gaan natuurlijk proberen een lekker potje te spelen op Team Deathmatch. Ik speel met de leidingstrijk ook nog eens erbij. De Wraith en de Hater. En die Hater, dat is gewoon B. De Hater is gewoon B. Dat weten we allemaal. Ik gebruik gewoon mijn CUDA-klas die ik altijd al sinds het begin van Black Ops 3 heb gebruikt. Tenminste, ik gebruik in het begin natuurlijk nog niet echt de CUDA, maar die ik echt al sinds het begin gebruik. Dat ik de CUDA zeg maar bespeel. En let's go man. Ik ben heel erg benieuwd. We spelen tegen redelijke mensen. Kijk maar ook naar de level. Kan ook zijn dat ze gewoon heel veel hebben gespeeld hoor. Daar niet van. Maar we moeten natuurlijk altijd rekening houden met zulke personen. Oh mijn god, dat was een heerlijke triple kill. Tenminste, het begon als een dubbel kill. Ze gaan allemaal naar boven hier. Wat pushes jongen, ze zetten ook zo'n ik hoorde dat ze die trimmine aanzetten, maar fucking hell, shock charge erbij. Zit er nog één. Oh, die zat dood. Echt waar, nog een shock charge erbij ook, hè? Oh, stinkt die weer. Oh. Ah, jezus, die trust die wou niet. Ik zat iets te ver of iets te dicht bij de grond, waardoor die trust niet goed werkte. En die trust was trouwens op, dus wauw, wat. Klopt, teammates, hoe kunnen dit? Even een beetje simpeler spelen. Even een beetje goed spelen, kom op. Ik zeg ook niet dat ik een van de beste ben op dit moment, maar ik maak op dit moment de kills. Zo'n gevoel heb ik wel. Kom op, waar ben je? Ik hoor iedereen jumpen hier zo en weet ik wat allemaal. Hallo? Nee, die ga ik niet raken. Scheiße, kom op jongens. Ik ben even aan het concentreren, ik weet niet waarom, maar wow. Zo, wat de hel. Ik ben aan het concentreren. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben gewoon aan het concentreren, man. Hier, ze lopen overal nergens, man, die enemies. Die is sowieso niet naar boven gegaan, stinkbier. Ah, dat is een teammate, wat? Ja, ik wou net zeggen. Hij zit hier nog wel ergens, hoor. Kinetic Armor helpt natuurlijk bijna voor geen kut meer, helaas. Maar de extra health die je kunt krijgen, die gaan we natuurlijk wel een beetje gebruiken, hè. Come on, let's go. Is hier nog ergens heen? Daar. Oh, yo. Hij was snel bijna. Hij had me bijna. Hij was snel, man. Oh. De enemy heeft een UAV. Dat is een beetje kut. Oh, mijn god. Ik heb bijna een streak. Ik wil even niet doodgaan. Het liefst wil ik niet doodgaan. Maar ik heb het gevoel alsof ik nu doodga. Want ik krijg geen enkele kill. Ja, assisten krijg ik. Maar ja. Ik kan helpen. Oh, ik heb een kill. Ik heb nog een kill. Die teammates of die enemies kunnen niet kiezen wie ze moeten gaan killen. Dat is wel relaxed. Oh nee. Niet 75 punten voor mijn raid, maat. Ah, shit, sorry. Maakt niet uit. We staan 27. Ach, we gaan redelijk lekker. Kom, we moeten dit winnen, man. We moeten dit winnen. Dit moet makkelijk te winnen zijn. Kom op. Teammates gaan ook wel. Ik hoor een raid of iets. Wauw, hoeveel kogels kun je vreten? Hoeveel kogels kun je eten, ouwe? Holy shit. Maar we hebben hem wel. Hier staan er nog. Dankjewel, teammate. Zo, neten. Hierboven. Nee, boven niet. Daar wel. Dankjewel. Zit er nog één boven? Nu wel. Ah, shit, sorry. Hij schoot al. Hij zat volgens mij op mijn teammate te schieten. Er staan wel 4 kills voor. Kom op, man. Let's go. Lekker bezig. Oh mijn god, nee. Nu pakken ze het glitch. Nu gaan ze de vieze tactieken gebruiken, jongens. Nou moeten wij gewoon onze gun skills opvoeren. Ah, ik werd geraakt van links. Oh mijn god, ze hebben nu echt. Er zit één iemand met zijn lime machine gun hier ergens te campen. Kan niet anders. Tenminste, campen. Oh mijn god, hij heeft een triple met zijn grenade.
Jongens, ik heb er een naar gevoel over. Ik heb hier een heel naar... Ja, we hebben verloren. Wauw. Allemaal door die triple met zijn grenade. 100%. Ja, ah shit, sorry. We hebben het eerste potje verloren. 35-12. We gaan nog een potje erachteraan spelen, maar kom op. Waarom, man? Waarom die bullshit? Fucking hell. Hij maakt hier ook nog eens een triple met zijn refill. Of met zijn grenade. Als deze gozer mij trouwens niet had geheatwaved, had ik nu mijn raid gehad. Had ik mijn raid gehad, dan had alles wel goed gekomen, denk ik. Maar we gaan nog een tweede potje achteraan spelen. Die moeten we wel gaan winnen, dus ik zie je zo. Bij potje nummer 2. Oké, jongens, ik ben dit keer een playing game gejoined. Want ik dacht, ik join even een ander potje. Omdat het andere potje ook gewoon opeens begon te laggen. Dus het zal allemaal wel. We zitten in een ander potje nu. Met andere enemies. Met eentje die redelijk wat kan schieten. Die wel een nieuw wapen heeft. Grappig, man. En ik ben heel erg benieuwd, man. Ik ben ook benieuwd of we die PPSH gaan tegenkomen. Of die M16 een keer gaan tegenkomen. Jullie ik of een keer oppakken. Of ik wil gewoon even kijken hoe sterk die is. Is dat er één? Nee, is een M8. Oké, okay. Iemand is ook met een butterfly knife aan het spelen. Van de enemies. Wat de hel? Misschien wil hij een dark matter hebben. Je weet maar nooit. Zo. Connectie is wel lekker wat te vinden hier. Maar... we maken kills. Ik hoor iemand met een science hier. Daar, dankjewel. Oh, teammate! Pak hem! Oh, oh mijn god. Wacht, oh, HVK. Ik ben ook... oké. Wat de hel. Het zal allemaal wel. Ik, oké. Ja, dat is... oh. Hij heeft die butterfly knife. Daar moeten we voor uitkijken. Liefst niet, man. Hoi. Je hoorde het, hè? Ik had mijn kinetic armor aan. Ik... wat gebeurt er allemaal op Black Ops 3? Wat? Oh. Oh ja, nu heb ik hem wel aan. Terwijl het niet eens nodig was. Oké. We gaan zo spelen. Oké. Perfect. Oké, dan ga ik het ook echt zo spelen. Oh, er zit een boven. Hallo? Maar hij zit hier nog wel. Wat de hel. Daar klom ik ook op een stukje. Wat niet beklimbaar was. Oh my. En. Mijn hersenen, gast. Holy shit. Oké, lekker teammate. Kijk. Dat moeten we hebben. Goede teammates. Lekkere, goede teammates. Vooral lekkere, het liefst. Dankjewel, teammate. Toppie. Dat je me ook gewoon niet even eerder afschiet, vind ik al helemaal perfect. Dat, vat mijn leven toch wel echt samen. Poison Uri. Sorry, wat is meer broken? Het knife op Infected of het knife op Black Ops 3? Ik weet niet meer. Een knife op Infected van Infinite Warfare of het knife van Black Ops 3? Tell me. Reacties nu. Tell me in de reacties. Echt waar. Wauw. Fucking timing. Holy shit. Niks zeggen. Gast mijn goal spelen. Schijnbaar krijg je dan kills. Hallo? Hallo? Die harde center zit sowieso hierboven, let op. Told you. Of het was een teammate. Of het was een enemy. Ik zal het nu niet meer weten, want ik ga er niet meer terug. Straks is het een enemy, dan knight me. Achter me. Oh, ik dacht dat ik hem hoorde rennen met die knife. Maar wacht, waar zijn de enemies? Tango down.
Ik weet hier letterlijk niks op te zeggen. Ik durf hier ook letterlijk... Ik durf hier niks op te zeggen. Ik weet niet. Ja, dat is. Hè? Wauw, mijn hoofd. Oh mijn god, die is... Deze man ook. Met zijn knifey. Hoe dan? Like, waar zijn mijn teammates? Wat is hier gaande? Wie spelen er allemaal? Wacht even. No. Er spelen gewoon 5 man. Oké. Okay. Hmm. Ik schiet dit tyfus ding even naar de solar net hoor. Want ja, teammate, maak jij hem kapot? Goed zo. Pak die. Pak ik die en niet die. Die is namelijk... Nou, die is dood. Ja, ik weet 1 ding zeker. Dit spel. Dit spel. Waar is iedereen? Waar? Waar zijn ze? Waar? Ik kom letterlijk maar 2 of 3 keer. Ik kom letterlijk telkens de 2 of 3 dezelfde mensen tegen. Dan heb je zulke downies die aan de rechterkant staan. Het is echt... Oh. Jongens, jullie willen niet weten hoe tricky ik ben in het tweede potje. Dat wil je niet weten. Waar? Waar is iedereen in het midden? Niemand zit hier in het midden. I'm so triggered. Ik ben zo triggered. Dat is niet normaal. Ik verlies 2 potjes. Ik verlies 2 potjes. Ik heb 2 potjes plus 3 verloren. Ik verlies... Wauw, ik ben zo triggered. Ik ben zo triggered. Ik ben helemaal klaar met dit spel. Ik wil... Nee, 31... Kijk mijn team! Ik ga hiermee kappen. Jongens, mocht je deze video leuk hebben gevonden, laat even een blauw duimpje achter. Ben je nu mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal voor mensen video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik zie jou weer terug bij een gloednieuwe video. Black Ops 3, zuig hem. Ik zie jullie bij de volgende video. Later jongens.